Tot 21:50 enkele impressies uit de burgerzaal, de zaal van het Koninklijk Paleis op de Dam, waar koningin Beatrix de leden van de Staten-Generaal heeft ontvangen. Marijn de Koning vraagt een aantal Kamerleden naar hun indrukken van deze dag. Goedenavond, dames en heren. Dit is de burgerzaal van het Paleis in Amsterdam, waar de parlementsleden zich onderhouden met de nieuwe koningin. Het was in het begin een beetje rustig en een beetje stijf, maar nu zo langzamerhand komen de mensen naar het centrum van de burgerzaal toe en wordt het gezelliger. We praten met enkele mensen en de eerste zal zijn de vicepresident van de Raad van State, die jarenlang met de koningin heeft samengewerkt, met de vroegere koningin en straks met de nieuwe koningin. En dat is meneer Ruppert. Ik zal hem even zoeken, want hij is me inmiddels weer ontglipt. Jou terug, vader. Meneer Ruppert, u hebt jarenlang gewerkt met de koningin. Ja, daar staat de camera. Nou, zij met mij misschien. Hoe hebt u de dag van vandaag ervaren? Nou, ik vind het een geweldige zaak. Een erg indrukwekkende zaak voor mezelf ook. Dat, je bent geen echte spreker van de oude koningin, hè. Maar het is toch een... Een vrouw met een jong hart gebleven. Ze zegt dan wel dat ze ouderdomsgebreken begint te krijgen. Maar ik vind het nogal meevallen. Maar ik vind het erg wijs dat ze toch voor zichzelf tot de overtuiging is gekomen. Nu moet er een nieuwe generatie in de beurt komen. Daar heb ik veel respect voor. Maar u hebt wel gemerkt in de kerk vanmiddag met hoeveel spijt we het toch laten gaan. Maar ook met hoeveel hulde. Laten gaan. Ik vond het indrukwekkend. Dat twee keer dat uitdrukkelijk applaus van de koningin. Ja, ik wou u nog wat vragen. Misschien dat u toch nog iets zo kunt gaan staan. Want dan bent u wat beter te zien voor de mensen thuis. Nee, met uw gezicht ja. Zo. Ja. Ja. Want de nieuwe koningin is iemand die u natuurlijk ook al eigenlijk jarenlang kent. Ja. Door haar actieve aanwezigheid in de Raad van State. Ja, dat is nu een vrouw waar we allemaal, juist door dat jarenlange werken van in de Raad van State, die we goed kennen. Ik weet niet of je dat zo mag zeggen, maar daar zijn we allemaal erg op gesteld. Dat is een vrouw die in de eerste plaats, hoe moet ik dat zeggen, erg open is. Openhartig, hartelijke vrouw. In de tweede plaats is ze wel zeer uitnemend voorbereid. Dat heeft ze zelf gedaan. De moeder heeft gisteravond gesproken over de opleiding in Leiden. Dat is natuurlijk waar. Maar ze heeft er zelf ook zoveel aan gedaan. Dus als iemand werkelijk voorbereid is voor een taak, dan is zij het wel. Maar het belangrijkste vind ik, moet ik wel kwijt. Ja, ze loopt aan het arm, zeg ik dat. Met een plichtsbesef zoals ik het niet dikwijls in het leven heb meegemaakt. Een trouw, een volstrekte verbondenheid aan een zaak. Ja is ja. Ik ben ervan overtuigd dat we er een goede en uitstekende koningin zullen krijgen. We praten even met oud-minister De Gaay Fortman, een van de mensen die de koningin wel het allerbeste heeft gekend. Ik heb gelukkig de afgetreden koningin heel erg goed gekend en daar ben ik erg dankbaar voor. En ik vind het ook een voorrecht dat ik er ook op een heel andere manier heb leren kennen, namelijk toen ik minister was. En toen pas goed ervaren heb dat waar is wat prins Bernhard is gezegd heeft, dat zijn vrouw de best geïnformeerde vrouw van Nederland was. Niet wat details betreft, maar wel wat stromingen onder de bevolking betreft, wat verschillen landaar tussen de provincies betreft. En ook wat, hoe algemene problemen zich in bepaalde provincies anders voordoen dan in andere. Hoe hebt u die dag beleefd? Als buitenstaander was het eigenlijk al een beetje emotionerend, maar u moet zich daar nog veel meer betrokken bij hebben gevoeld. Omdat je nauw verbonden bent geweest met de heengaande koningin, zit er dan ook een stuk weemoed waar je je niet voor hoeft te schamen, geloof ik. Maar ik vond het erg fijn, zoals de nieuwe koningin in een naar mijn idee heel
moderne manier van spreken en erg direct over de toekomst sprak. Nou, is het vandaag hier buiten in de stad onrustig geweest? Daar weet u misschien wel iets van. Maar is dat niet ook voor u, als je wat ouder bent, een reuze bedenkelijk iets waar je daar niet onrustig van, zenuwachtig van, dat zo'n bewaking, dat dit zo ver gegaan is vandaag? De bewaking is, als je er langs rijdt, heeft iets afschrikwekkends. Maar de mensen, meestal begrijpt men niet dat die bewaking, naarmate die sterker is, meer narigheid tegenhoudt. En dat in de tweede plaats een wat sommigen zeggen, een overmacht van politiemensen nodig is, juist in het belang van de politiemensen zelf. Dat is wel gebleken vandaag, ja. Nou, daar weten wij helaas weinig van. Of daar weten wij weinig van. Ik vind het wel erg jammer dat het gebeurd is. Ik had meer gedacht aan wat Amsterdamse plagerijen. Dat het zo een omvang heeft aangenomen. Dat er blijkbaar ook zoveel gewonden gevallen zijn. Dat vind ik voor die mensen zelf verschrikkelijk. Maar, en voor de politie verschrikkelijk. Maar het duidt ook op een organisatie. En dat vind ik bedenkelijk. Dat we zouden verzeilen in een soort straatoproeren die georganiseerd worden. Ik heb nu het genoegen om tussen de VVD en de Partij van de Arbeid in te staan. En misschien dat dat nog verschil uitmaakt in hoe zij de dag beleefd hebben. Hoewel, dat weet je niet. Meneer Nijpels. Ik vind dat het een grandioze dag geweest is. Daar hebben twee zaken bijzonder indruk op mij gemaakt. In de eerste plaats was dat het applaus wat vanmiddag spontaan opklonk toen koningin Beatrix een paar woorden hechtte aan haar moeder. In de tweede plaats heeft de toespraak die koningin Beatrix vanmiddag tot de Staten-Generaal heeft gehouden. Dat vond ik een toespraak die uit mijn hart was gegrepen. En waarin zij volgens mij op dit moment al een nieuwe dimensie aan het Nederlandse koningschap heeft toegevoegd. Kunt u daar iets duidelijk over zijn? Ja, ik vond dat de elementen die zij in haar speech naar voren haalde, namelijk de internationale onzekerheid die er is, het opkomen voor de zwakkende samenleving en het feit dat er de komende jaren voor een heleboel mensen nog zoveel onzekerheden zijn, dat we daar met z'n allen aan moeten werken, dat vond ik een grandioze zaak. En ik geloof dat onze nieuwe koningin daarmee zich onmiddellijk al een plaats in de harten van de Nederlandse bevolking heeft veroverd. Bedankt. Over die onzekerheden gesproken, meneer Patijn. Het is onrustig geweest in de stad vandaag. Hebt u het gevoel dat de dag, de gebeurtenissen ook voor de aanwezigen in de kerk heeft beïnvloed? Ik dacht het niet. Ik vind dit niet anders dan een gebeurtenis die normaal is, wat je als Kamer, Eerste en Tweede Kamer, doet. Als je een nieuwe koningin inhuldigt, als je nou eenmaal een monarchie hebt zoals je die hebt, dan heb je een vergadering waarin je haar inhuldigt. En dat vind ik een goede zaak. En dat kun je daar niet door laten beïnvloeden. Ik bedoel eigenlijk, hebt u het gehoord? Was het naar? Hebt u last van gehad? Het was naar om daar te zitten luisteren naar een speech van de koningin en tegelijkertijd de sirenes op het Dam te horen. Dat was buitengewoon naar. En ik vind ook reuze jammer dat het zo gaat. Want ik geloof dat alle problemen die er in Amsterdam spelen en waar die rellen mee te maken hebben, dat die opgelost moeten worden, maar dat die weinig te maken hebben met de inhuldiging van Beatrix. En ik ben zelf indiener van een leegstandswet en dus heb ik er nabij heel veel mee te maken. Ik vind overigens dat de inhuldiging zelf precies is datgene wat ik had verwacht. Anno 1980 hou je een